Ja, we verlaten deze plek en het dorpje. We gaan op naar de volgende. Het volgende dorp is volgens mij ook weer zo'n plek van de mooiste dorpjeslijst. En, neem de derde rechts. Daarna meteen rechts afslaan. Gisteren niet veel gefilmd, moet ik zeggen. Een paar beelden. Ik zal ze zo meteen invoeren na deze clip. En we hebben gisteren, en daar heb ik eigenlijk helemaal niet aan gedacht. We waren bezig met de lekkage bij het achterlig. Dus, en Richard en Julie hadden ook water in de camper bij de watertank. Dus ik zal er dadelijk tijdens het rijden iets meer over vertellen wat we gedaan hebben. En ik zal nu even de clips invoeren die ik gemaakt heb gisteren. Goedemorgen. We zijn een paar bijgekomen. En dan even van de zakje weggegooid en even kijken of er ergens een drain is waar ik mijn plasfles kan liggen. Anders gaat hij in de struiken. Maar kijk, hier was een waterafvoer. Dan gaat hij hierin. Dus, het was een hele koude nacht. Er zit rijpen op het gras. Ik had al zoiets gelezen aan de app dat het aan de rivier erg koud kon worden. En ik vanmorgen wakker werd om 8:30, was het 3,6 graden in de bus. Nou, het zal vandaag weer zo'n 20 moeten worden. En aan de lucht te zien gaat het wel lukken. Dus een nieuwe dag. Ja, en hè? Ja, speel ik eentje. Is dat fijn in het water? Is dat fijn? Ja? Is het drinken? Ga ik ze liever van de mogelijkheid gebruiken en drinken? Nee? Ik kan die brokjes opeten, heb ze nog steeds niet gedaan. Ik kan. Croquetas. Ja, even terugkomen op wat we gisteren gedaan hebben. Allereerst mijn achterlichten. Aan de bestuurderskant, de achterlichtunit eraf gaan, de rubbers die waren gewoon compleet verbrokkeld, heel slecht. Dus we hebben de bovenkant, de rubbers verwijderd. Dus aan de bovenkant van de lampenunit. Dus ja, waar het meest logisch is dat er water zou binnenkomen. En met siliconen een nieuw rubber gemaakt, zeg maar. Dat laat drogen op de lampenunit. En dan de plek eigenlijk waar de lampenunit achterop gaat. Die hebben we ook alle randen schoongemaakt helemaal, dat het ook netjes zou aansluiten. We hebben een soort gootje gemaakt, zeg maar, aan de binnenkant. Dat mocht er ooit toch op een of andere wijze nog water aan die binnenkant komen, dat het dan via een soort gootje omlaag loopt naar de... Ja, het afvoergaatje, zeg maar, wat onder de lampenunit zit. Dus in dat metaal daar beneden, als er water in komt, dan kan dat eruit lopen aan de onderkant. En we hebben ook de ruimte tussen de twee lagen plaatmetaal, zeg maar, waar het water door daadwerkelijk naar binnen is gekomen in de, ja, zeg maar, in de binnenruimte. Die hebben we ook dichtgekit, zodat daar ook geen water meer tussendoor kan komen.
Dus ja, ik ben er erg tevreden over hoe we dat hebben kunnen doen. En ik denk niet dat daar ooit nog een keer water door naar binnen zal komen. Een ding wat ik nog zou kunnen doen is de lampion het eraf halen. Want de siliconen sluit wel mooi aan op dus de nieuwe afdichting, zeg maar, die we gemaakt hebben. Maar de lampion het eraf halen en dan de randen van waar die tegenaan zit. Door die in te vetten met siliconen. En dan... of met siliconen, met vaseline. Dus dat het nog een extra seal is, zeg maar, afdichting. Dus, maar ik denk niet dat nodig zal zijn. Dan hebben we de andere lampenunit er ook afgehaald. Omdat die unit eigenlijk altijd vocht in de... Ja, in de lamp zelf heeft. Dus we hebben dat glas is even helemaal bestudeerd en er zijn een aantal cracks en scheurtjes in, kleine chips uit. Dus we hebben die helemaal laten drogen. We hebben ook alle de lampenstukjes, zeg maar, waar de peertjes in zitten, schoongemaakt, droog gemaakt, alle connectoren opnieuw blank geschuurd. Een beetje WD-40 erop. Dan hebben we het glas aan de buitenkant, zeg maar. Tussen de bovendeel waar het remlicht zit. Dan hebben we het middenstuk waar de twee blank gekleurde glaasjes zitten. Waar het achteruitrijlicht en de knipperlicht achter zit. En aan het onderste stuk de normale standaard verlichting. Daar zit een soort terugliggend gedeelte, gootje, hoe je het noemen wil. Dat hebben we helemaal dichtgekit met siliconen. En de scheurtjes die aan de buitenkant zichtbaar waren, die hebben we ook netjes met siliconen dichtgevreven. Dus kijken of dit nou helpt om het glaasje vrij van vocht te houden. Want in het knipperlichtgedeelte stond echt een laag water. Het had zich daar verzameld. Dus dus ik ben benieuwd. Dus dat over mijn issue. En dan kwam er water bij Richard en Julie onder de camper uitgelopen beetje. En hebben we dat gecontroleerd waar het vandaan kwam. En de bank ook geschroefd waar de tank onder zat. En daar zat ook een heel klein beetje water in. Nou, we hebben een heleboel dingen uitgesloten. En waarschijnlijk, want de overflow, zeg maar, het overloopbeveiliging van de watertank, die was gewoon niet goed. Die zit op zo'n rare manier dat hij niet gebruikt wordt als je hem volmaakt. En in Guthrie, in de dolfijnenplek waar we met de dolfijnen stonden, daar heeft Richard de watertank helemaal vol gegooid. Want hun level reader die werkt niet fatsoenlijk. Dus we dachten dat hij leeg was, dus bijgegooid, toen liep hij over. Maar hij liep niet over waar hij hoort over te lopen, maar... Ja, tussen de cabine en het campergedeelte, zeg maar. Dus waarschijnlijk heeft er nog water op de vloer gestaan bij de tank. En toen we daar geparkeerd hebben op de laatste plek, is dat water eruit gelopen. Dus waarschijnlijk is het dat. En dus we moeten nou ergens een stuk extra leiding vandaan zien te halen. Bij een van de doe-het-zelf zaken. Maar vandaag is het zondag, dus dat is iets voor de komende dagen. En dan kijken we dat we die overflow, de overloop, zeg maar, fatsoenlijk kunnen maken, dat die ook daadwerkelijk werkt. Maar dat is niet te moeilijk, dus ik zal even kijken, is misschien wel interessant voor de mensen met een echte camper, of ik daar even een stukje van kan filmen als Richard het goed vindt. Dus Maar gisteren heb ik er totaal niet bij stilgestaan om überhaupt daar iets van te filmen. We zijn gewoon bezig geweest met het oplossen van problemen. En ik heb
niet gedacht aan filmen, eerlijk gezegd. Dus, dan zijn jullie weer op de hoogte wat dat betreft. We gaan nu naar een plek bij Zamora. Dat zou water moeten zijn, dus dan gaan we in ieder geval testen. Bij hun de watertank vullen totdat de level reader iets aangeeft. Zodat we bijvoorbeeld weten, oh, als hij 4% aangeeft, dan is hij half vol of op drie kwart of zo. Dus niet voller maken als dat. Dus dat gaan we even proberen, want daar is water en dump, dus dat is makkelijk. Dus we gaan dat proberen uit te vogelen op de volgende locatie. En dan gaan we misschien verder voorbij Salamanca. Maar ik denk eigenlijk, eerlijk gezegd, heb ik het gevoel dat we gaan blijven staan op de volgende plek. Want het is al 2:10. En die plek is zo'n 100 kilometer rijden. En ja, ik denk dat we daar blijven staan. Minimaal één dag. En dat is het erg mooi. Misschien 2 dagen, want we zouden daar op die plek minimaal 2-3 dagen voor het slechte weer moeten zitten. Dus ja, maar ja, goed. Ik hou jullie op de hoogte. Ja, we hebben net de snelweg verlaten. En terwijl ik net aan het filmen was, Engels stukje trouwens. Ik weet ook niet of ze op de video te zien zijn, maar het zou kunnen. Hingen er een stuk of 5, ik denk dat het arenden, adelaars geweest zijn. Hele brede vleugels en echt hoekig op het einde met veren zoals vingers, zeg maar. Dat zijn meestal gieren of adelaars. En het zag er niet echt uit als gieren, die hebben meestal net een iets langere nek. We zitten op een hoogte van ongeveer 850 meter hier. De vorige plek waar we stonden, die zat ook, dat dorp lag op een hoogte van, of de plek waar wij stonden met de camper, op een hoogte van 880 meter ergens. Dus we gaan hier over een oud bruggetje. Dus ja, wat was ik aan het vertellen? Ja, we gaan richting Zamora. De snelweg van, ja, we snijden dus nou de hele hoek af die de snelweg maakt. We zitten dus op die de Route Nationaal. Na 800 meter rechtdoor rijden. En ja, als we bij Zamora zijn, dan zijn we definitief de hoek om van de Noord-Portugese grens, zeg maar. Dus van daaruit is het nou ja, alleen maar zuidwaarts parallel aan de Portugese grens. Ik denk dat het zo'n 50-60 kilometer vanaf die grens is. Na 400 dat we daar meter rechtdoor naar het zuiden reizen. Een grote wateropvang, ja, natuurlijk zo te zien. Een beetje ja, meer reservoirachtig. Ja, Richard en Julie rijden voor vandaag. En het is een beetje een bewolkte dag, al de hele ochtend met af en toe een beetje zon. Rechtdoor rijden. Maar we hebben ook gezegd, nou, we gaan vandaag reizen. Gisteren was een prachtige dag, dus we hebben ervoor gekozen om een dag langer op die plek te staan. En, volg deze route nog 30 kilometer. Ja, en over 30 kilometer denk ik dat dan weer de oprit ongeveer richting de snelweg zal zijn. Dus, maar dit is weer een heel ander uitzicht en ja, ook erg anders, maar ook weer erg mooi, moet ik zeggen. Met allemaal laagblijvende boompjes, heesters, struiken, kruiden, rotsen die overal uitsteken. Ja, apart. Passo de Fauna, zo'n oversteekplaats, zeg maar, voor wild. En dat je ziet dan aan de linkerkant, dat kunnen jullie niet zien, maar dat er spoorrails loopt. Dus dat zijn dan
bijvoorbeeld viaducten of tunnels ingemaakt. Dus. Dat was mijn eerste keer dat ik aan de kant werd gezet door de Guardia Civil in Spanje. Ze wilden de rijbewijs zien. Nou ja, goed, geen probleem natuurlijk. Ze wilden... ik had boven het riempje losgemaakt toen we weer van de snelweg afgingen. Ja, ik doe dat eigenlijk altijd omdat zij dan iets meer bewegingsvrijheid heeft. Dus als we niet op de snelweg zijn, dan... maak ik er los van het riempje. Nou ja, dat moest ik dus weer vastmaken. Ze zijn ook naar... Oh ja, ze wilden weten of ik drugs gerookt had. Ik zeg nee, dat doen we niet. En... ze liepen nog naar achter. Want ik heb niet dat bord achterop van Spanje. Dat witte bord met de rode strepen. Maar daar zeiden ze helemaal niks van, dus... Nou ja, goed. Dan hebben we dat ook weer een keer meegemaakt. Na 700 meter rechtdoor rijden. Een beetje meer een agrarisch gebied waar we hier doorheen rijden. Dus meer velden, geploegde velden en dergelijke. Dus... links ook net geploegd en er zit hier veel wild, denk ik, wat constant van die waarschuwingsborden. Daar hebben we gewoon een paar jagers door het veld zien lopen met het jachtgeweer op de schouder. Dus Rio Esla. Terug op de snelweg voor het laatste stukje richting Zamora. 20 kilometer nog zoiets. Dus komen we in de buurt. We zitten hier op een of ander plateau op 750 meter hoogte. En ik denk dat dit in de winter best wel wat sneeuw heeft. Not even empty. Het bocht met deze rivier op. En blijkbaar kun je via deze rivier helemaal naar Porto, Portugal. Ja, dat is een oud gedeelte, Zamora. Maar Zamora is ook een grote stad. Toen we hierheen kwamen rijden, zagen we al enorme moderne gedeeltes. We staan hier gelukkig aan het oude gedeelte, dus we gaan eens even rondwandelen. Gewoon bovenop de rotsen. Dat is wel gaaf. Oh, hier, down there. Oh ja, yeah, I see him. A heron. Let's see if I can zoom in a bit. Een reiger, een heron. Een zonnewijzer. En daarbovenop, op het hoekje, is een ooievaarsnet. Net zat de ooievaar nog daarboven. Zo te zien is hij nou weg. Deze toren, daar zit de ooievaar nog op het nest.
Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij in deze tijd van het jaar nog eieren aan het uitbroeden is, maar je weet het nooit. Nice. Yeah. Romains, Roman. Kijk eens naar die deur. Dat is nog eens een deur, zou ik zeggen. Alleen hier. Kijk, hij staat in het hoekje.